Yo muy deze is voor de kool en deze is voor het oort en zo. Cool. Maar deze is volgens mij goed dus voor de kool en zo, en deze voor de oors en keisteen. Maar als je met een minecart doet en die minecart rijdt eroverheen, dan dropt die. Iedere keer als je over zo'n hopper heen rijdt, dropt hij één item. Dus als je het nou met Minecraft stuurt, dat is een stukje makkelijker misschien. Alleen het duurt wel. Power het en gewone, want anders komen ze niet vrij. Nou, kijk, hun hebben het zo gedaan. Zo, die Minecraft blijft eronder doorgaan. Hij power dit en dit. Die power gelijk vallen. Dat was ook een veel. Dan moest hij zo. Nee. Hoe moest het nou? Nou, dan doe ik hem wel van zo. Apple. Ja, maar nee, ja, dit doet het zelfs niet. Ja, kijk, het was wel deze. Dan moet je hem hier op plaatsen dan. Oké, nou dit wel. Ik zou dat tijd wel even bedacht. Ja, nice. Minecraft met chest, niet met hopper. Ja, dat zou ja.
Oh, ik dacht dat het overal. Ga maar verder, ik heb buiten. Dan niks, ja, hij heeft kogel gedropt. In de rechtse. Hij zit al in de oven. Zo, dus dat is perfect. Dankjewel. Nou, stop je. Nou zit er een chest in deze furnace. Dat is niet de bedoeling. Ja, je hebt een chest erin gedaan. Heel lol. Oh, er is al een Minecraft vandaag met stuk. Server lag een beetje. Ja, echt 10 gold. Dat vind ik wel. Die moet in deze onderste, in de onderste rails. Ik doe wel stuff in die bovenste. Alleen er komt geen gold omer in, omdat er een gold toch in de oven zit en geen in de chest van de maker. Ja, maar ik bedoel, hier zit gold toch in en jij hebt iron. Ja. Ja.